Klasinaf 1. Kruiskerk. Daar staan we nog middenin. En dit wordt zo mijn plekje. Niet dat hij gepoetst hoeft te worden, maar gaan we wel doen dus. Nou. We zullen wel zien hoe vol dit wordt vanmorgen. Maar het zit er niet in aantallen, want als er twee in Jezus' naam bij elkaar zijn, is hij er ook al. Mooie grote kerk. Moderne vormgeving voor de jaren 60. En je hebt echt het gevoel dat je dus onder een luifel zit op de preekstoel. We wandelen de kerk even door. Goedemorgen. Door de hal. Dit is de organist. Moet je hier nog voor zorgen? Dag meneer, u bent hier organist? Ja. Mooi zo. Ik ga vandaag de preekstoel poetsen. Mag ik mijn blik in de hal? Dat is het vuilarchief of zo? Nou, dat zou ik zo vertellen wat er voor is. Zie, na afloop we hem gezellig aan de koffie. En als we het toch over koffie hebben. Consistorie. En daar staat mijn kopje klaar. Je bent ook doodgeschoten gewoon op zondag. En dat is dus de kerk waar Klasinaf heen. Oftewel, welke kerk was dat ook alweer? Zullen we nog eens even kijken? Goedemorgen. Goedemorgen. Klasinaf 1. En dit is de kerk. Dan weten we weer waar we net even binnen zijn geweest. Iedereen maakt zich klaar voor de dienst. Ik ga mijn koffie opdrinken.